Helemaal en welkom bij een nieuw filmpje waar ik jullie mijn favorieten van de afgelopen maand ga laten zien. Ik ga beginnen met twee parfumstaaltjes die ik gebruikt heb en die ik heel heel lekker vond en waar ik van plan ben om die in een grote fles aan te schaffen. En dat is het geurtje die ik vandaag aan heb. Jammer dat jullie het niet kunnen ruiken. Maar dat is Modern Muse van Estée Lauder. De Modern Muse Nuit is dat. Ik ruik die super, super graag aan. Het is een geur die heel lang blijft zitten. Vraag me niet wat dat erin zit. Ik weet het niet. Maar het is echt iets die ik heel graag ruik en heel graag draag. Dan een volgende is er eentje van Guerlain. Dat is de Mon Guerlain. Die vond ik ook super, super lekker. En ik wil die ook heel graag in een full-size versie aanschaffen. Maar nog niet nu, want ik heb er nog een aantal die ik moet opgebruiken. Dan ga ik over naar de verzorgingsproducten. En dat is als eerste de Fabulous Day and Night Moist van Rein Pharma. Dat is zo'n luxe sample size of zo'n mini die in zo'n hele grote set komt. En dat is voor de normal to slightly dry skin. Momenteel kan ik het nog gebruiken. Ik weet niet wat dat gaat geven in de winter wanneer dan mijn huid echt heel droog is. Maar momenteel doet die dat nog vrij, vrij goed. En er staat op, the longer you use a fabulous day and night moist. The softer your skin becomes. Preferably apply a thin layer mornings and evenings to a cleansed face for at least 28 days. For perfectly balanced skin. Dus dat is het. Ik ben er heel 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 tevreden van. Het is een lichte textuur. Dat trekt heel 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 rap in. En ruikt heel heel kruidig. Dus ja. En deze zijn alle ingrediënten zijn van natuurlijke origine en plant-based. Dus er zit er geen brol in. Nog iets van Rein Pharma die ik heb, is deze Elementary Toning Mist. Dat is dit. Dat is ook, komt dat uit diezelfde set waar dat er samples in zaten. En ik heb die voornamelijk gebruikt na mijn make-up om alles te zetten. Ik heb dat ook vandaag gedaan. En ik vind die echt heel, heel goed. Wake up your skin with a delightful kiss of pure blossom extract. Dus eigenlijk kan je die gebruiken als je je gelaat gereinigd hebt. En voordat je je dagcreme aanbrengt, eigenlijk als toner, kan je deze gebruiken. En je kan hem ook nog gebruiken om je make-up te fixen of te zetten, zodat het allemaal een beetje een mooi geheel wordt. Verstuif deze mist rijkelijk over je gelaat na de reiniging en dep af met een watje of doekje. Je huid is nu klaar om je dag- of nachtverzorging aan te brengen. Dus je kan het eigenlijk op twee verschillende manieren doen en ik ben er heel, heel, heel content van. Dan, het begint kouder te worden en jullie weten, ik heb heel, heel, heel veel last van eczeem op mijn handen, droge handen, kloven. En echt waar, bijna niks werkt er. Ik heb al tal van crèmetjes geprobeerd. Er zit oftewel parfum, er zit oftewel een stof in waar ik niet tegen kan. Echt verschrikkelijk ambetant. Wat er wel helpt is pure vaseline. Maar ja, dat is te vettig om dat tijdens de dag constant te smeren eigenlijk. Dat is een minerale olie wel, maar het, bij mij werkt het. Het sluit mijn huid af, waardoor dat er geen koude en geen nattigheid en zo mijn handen nog meer kan aantasten. En tussenin gebruik ik heel graag deze twee Eucerin producten. De Urea Repair Plus met 5% urea handcrème. Maar ik moet het in combinatie gebruiken met dit, de Eucerin Aquaphor herstellende zalf. En versnelt het huidgeneratieproces. Als ik dat niet in combi doe, dan is dit niet sterk genoeg. Dus de Aquaphor is voor de droge gebarsten huid. En dit is voor de zeer droge handen en gevoelige handen. Maar ik denk dat er hier... Nee, er zit geen parfum. Maar bon, ik moet ze dus in combinatie gebruiken. Want anders is het, helpt het niet in feite. Dan ga ik op naar make-up producten. My Cup of Tea. En dat is als eerste
Een blush van Milani. De kleur Luminoso. En heel veel beauty lovers of mensen die into make-up zijn, die gaan die blush kennen. Dat is een baked blush van Milani. Komt in zo'n verpakking. Dat is nu een mini. Ik heb hem ook in een grote variant. Maar ik kreeg deze als extra bij een bestelling bij Boozy Shop. En ik vind hem eigenlijk wel heel mooi. Het is de blush die ik nu aan heb. En ik vind hem echt heel, heel mooi. Ik heb hem een tijdje niet meer gebruikt. Allee, ik had hem in de full size versie. En ik had die een tijdje niet meer gebruikt. Omdat ik vond dat die te licht was voor mij. Maar nu is mijn huid lichter. Want het is herfst, winter. En vind ik hem wel heel, heel mooi in feite. Dus dit is een aanrader en een topper volgens mij. En dan had ik een bronzer van Essence, de Bronzed This Way Matte Bronzer. Deze is voor darker skin. Ik denk dat ik waarschijnlijk ook wel die voor de lighter skin zou kunnen gebruiken. Maar in de zomer had ik deze aangeschaft, dus had ik gekozen voor de darker skin. Ik vind die print echt super mooi, die leopard. Dat is hier slangenprint, leopard. Ik hou van het safari thema. En ik vind hem heel, heel goed. Hij heeft niet echt een bepaalde geur. En deze is een Roaring Sun. Roaring Sun. Ik denk dat je dan een leeuw moet nadoen of zo. Maar bon. Super soft matte bronzer voor darker skin tones. Ik vind die echt heel heel leuk. Ik weet niet of dat die nog te koop is. Het kan, maar het kan ook zijn van niet. Wat heb ik dan nog? Een oogschaduwpaletje die ik heel graag heb gebruikt en waarvan ik heel blij ben dat ik dit gekocht heb. Dat is het Too Faced Salted Caramel Palette. Komt in deze superleuke verpakking. En ik heb er al een weekly challenge bij gedaan. En elk van die looks vond ik heel heel mooi. Het kleurenpalet in dit paletje is warm. Oranje warme tinten met een rode oranje ondertoon. Ik vind het een heel, heel, heel leuk paletje. En echt een aanrader. Dan heb ik nog een set van Too Faced, maar het zijn eerder lipproducten. En dat is dit Christmas Snuggles en Melted Kisses setje, waar dat er vier verschillende kleuren Melted Matte Liquid Lipsticks in zitten. In de kleur Hot Toddy, Candy Cane, Sugar Cookie en Caramel Apple. En ik heb vandaag de kleur Sugar Cookie op. En Sugar Cookie is de lichtste tint van allemaal. En meestal bij zo van die setjes, als er daar een hele lichte tint in zit, dan staat dat mij voor geen meter. Maar ik heb chance, want deze staat wel mooi. Dus dat is het setje. Je krijgt er een heel fel rood, een beetje een roodbruin en dan een beetje een roze rood, diepe kleur. En dan uiteraard die lichte kleur die de naam Sugar Cookie heeft. Een andere favoriet van mij is de kleur Caramel Apple. Dat is dit, een hele, hele, hele mooie kleur. Ik vind ze gewoon allemaal mooi. En ik heb de liquid lipsticks, de Melted Matte Lipsticks, eigenlijk leren kennen door Sarah, een volger van mij. En door haar heb ik vorig jaar de limited edition Melted Matte Lipsticks gekocht. De Gingerbread Girl en Gingerbread Man. En dan heb ik ook nog dit jaar deze gekocht, die ook heel heel mooi is, minuutje. Dus dat hier is Gingerbread Man en deze ruikt naar hamburgerbrood. Deze is een beetje redelijk oranje van kleur, maar zeker ook mooi. Dus dat is de bovenste. En dan die van vorig jaar of van het jaar ervoor is de Gingerbread Girl. En ik heb die een paar keer gedragen deze maand en als ik een foto nam, kreeg ik heel veel reacties van wauw, dat is een mooi lipstick. En wel, dat was Gingerbread Girl en dat is deze. Een redelijk diepe, donkere kleur. En de kleur van dit jaar, de limited edition van dit jaar, is de Pumpkin Spice. Dat is dit. En hier eigenlijk wel een beetje aan het afdwalen, maar bon. Pumpkin Spice ziet er dus zo uit. En ook dat is een hele, hele, hele mooie kleur. Dit.
Ja, en samen met dat setje behoren dat tot mijn favoriete lipsticks eigenlijk van afgelopen maand. Ik heb dan eigenlijk nog twee lippenbalsems en nog één liquid lipstick die ik jullie wil laten zien. En dat is een liquid lipstick van Jeffree Star. Jullie weten, Jeffree Star, de mens op zichzelf, is niet mijn ding, maar zijn liquid lipsticks vind ik wel goed. En dit is de kleur Family Jewels. En heb ik ook heel veel gedragen, omdat het een kleur is die ook bij heel veel verschillende looks staat. Dus dat is dit. En dan heb ik twee verzorgende lippenbalsems. Eentje van Jane Iredale, de Giddy. 100% natuurlijk, ruikt heel erg naar citroen. Daar moet je van houden. Ik heb daar geen last van. Dit en dit geeft je lippen een heel zacht rozig tintje. Dus dat is Giddy. En dan een all-time favorite van mij. Die ik altijd heb. Dat is van Carmex. Hij is al helemaal afgesleten, want ik sleur die overal mee naartoe. Wist je trouwens dat dat ook heel goed is voor kloofjes, droge ellebogen, kleine wondjes enzovoort. Carmex bevat een... Ik weet niet juist wat dat erin zit, maar het is like iets... die je lippen of je huid een beetje laat tintelen. En dat werkt dus ook helend. Dus ja, dit. En deze heeft de smaak van limoen. Ik hou van de gewone Carmex. Ik hou van de Carmex met de verschillende smaken. De vanille is ook heel lekker. En ik denk dat ze nu drie natuurlijke... varianten op de markt brachten die meer zo'n beetje van die fruitsmaken hebben. Dus die moet ik nog proberen. En dan gaan we op naar drie haarproducten. En dat is als eerste een... shampoo en conditioner van het kruidvat. Van het kruidvat Huismerk. En jullie weten, ik heb de hele tijd mijn haar gewassen met... producten waar dat er geen parabenen, siliconen enzovoort in zitten. Ik merkte dat mijn haar heel veel volume had, dat wel. Maar ik vond ook wel dat mijn punten heel droog waren. En dat is wel minder natuurlijk. Dus dacht, kijk, ik zag deze twee in de sale staan, de Lengths shampoo. En ik ben er heel tevreden van eigenlijk. En dan als laatste een Balea droogshampoo. De Hawaiian Coconut droogshampoo. En deze... deze doet zijn werk zo goed. Ik heb hem ook vandaag in mijn haar. En hij heeft de geur van kokosnoot en tiare bloemen. Dus een echte zomerse geur. Kan me niet schelen, ook al zijn we herfst. Maar ik vind hem heel goed en de geur blijft super lang hangen. Het gebeurt dat ik mijn haar los doe en dat ik nog zo'n zweem van die Hawaiian Coconut heb. Dus ja, dat is een toppertje. En dit waren alle producten van de afgelopen maand die ik heel graag gebruikt heb. Graag liken, abonneren, meldingen inschakelen, reactie achterlaten. En dan wil ik jullie bedanken om te kijken en dan zie ik jullie volgende week terug. Ciao!